Welkom bij deze tutorial over hoe een YouTube-filmpje te downloaden naar je eigen computer. We gaan eerst een filmpje zoeken die we willen downloaden. Ik ga daarvoor naar www.youtube.nl. En zoek bijvoorbeeld naar een filmpje over Noordwijk jaren 50. Ik ga die afspelen. Hier kunnen we hem zien. Oké, om hem nu te downloaden is heel simpel. Wat we eerst moeten doen, we moeten kijken wat de link is van dit filmpje. Dat doe je door naar Share te gaan, daarop te klikken en hier krijg je dan de link te zien. Kopieer deze link door hem te selecteren en Ctrl-C. Nu hebben we de link gekopieerd en kunnen we hem gaan downloaden. Hiervoor gaan we naar een andere site en deze site heet www.keepfit.com. Dus www.keepfit.com. Dan gaan we hierboven aangeven wat de link was. Dus klik daar en doe een Ctrl-V om hetgeen wat we net gekopieerd hebben hier te pasten. En zeg download. Het programma gaat nu naar het filmpje zoeken. Het kan zijn dat hij deze melding geeft. Zeg gewoon run. Je kan hem rustig vertrouwen. Hier laat hij een aantal resoluties zien. Ik kies altijd gewoon de hoogste. Wat je ook ziet is dat hij alleen een MP3 kan downloaden. Dus dat hij alleen de muziek uit het filmpje haalt en die downloadt. Klik nu op de resolutie die je wil. Download MP4 bijvoorbeeld. En in Firefox wordt dan gevraagd op deze te openen of op te slaan. Ik zal hem opslaan. We kunnen hem straks nog een keertje afspelen. Ja, hij wordt nu gedownload naar onze eigen computer. In de folder die we hebben opgegeven. En nu kunnen we hem afspelen. Ik zal even naar de folder gaan waar die staat. De Firefox download, daar staat hij bij mij. En hier staat hij Noordwijk in de jaren 50. Dus we kunnen nu even afspelen. En dan wordt keurig afgespeeld in Windows Media Player. Oké, dus eigenlijk allemaal heel simpel. Zoek eerst het YouTube filmpje dat je wil downloaden. Zoek dan de bijbehorende link op. Ga naar keepfit.com en geef in deze box de link op die je wilt downloaden. Veel succes! Als er vragen zijn, dan hoor ik het wel. Dank u wel, tot ziens!